Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum, waar we in dit geval Dakim gaan proberen te verslaan. En het is met Nando van Lord Nando. Oh, sorry Nandoing. Nandoing, ik ben zo'n dompie. Jij bent het meesterbrein achter de battles en ik vergeet jou gewoon. Nou, nu voor straffen moet je hem zelf doen. Nee, grapje. Wow. Oké, Dakim. Dakim. Nou, wat we met onze geniale brein hebben bedacht. We beginnen nu met Blaziken en Aggron. Ja, hij gebruikt Ninetales. En het kan vuurmoves hebben. Maar we kunnen in ieder geval die vervelende Fortress in één keer uitschakelen. Ja, en we doen Rock Slide. Doen we dan Blaziken of doen we dan Heatwave? Ik zou zeggen Heatwave, omdat dat ding heeft toch Drought, dus je vuurmoves doen meer damage. En Special is beter om tegen een Fortress te gebruiken dan Physical. Ik hoop dat we sneller zijn dan de Fortress. Nee, kutzooi. De attack is niet zo heel goed van dat ding, dus... Ah, oké, dat scheelt. En je krijgt nu Speed Boost, dus volgende beurt ben je sowieso sneller. Ja. Maar je killt in ieder geval wel die Fortress nu. En je hit de volgende Pokémon als je Rock Slide raakt. Ik hoop dat het de Delibird is. Of heeft hij geen Delibird? Hij heeft geen Delibird. Dat was een andere fight, sorry. Ja. Ik denk de Flygon. De Taflosion? Ah, Flygon. Dragon Ground. Oké. Appetee. Nice. Yes, zeker. De vuurmoes zijn not very effective op beide. Dus misschien dat je dan beter een fighting move kan doen op de Flygon. Of op de Ninetales. Ik denk op de Flygon. Ja. En dan nogmaals Rock Slide. In ieder geval krijg je een hit in met die Blaziken. Ik hoop eigenlijk dat Flygon Earthquake doet. Fire Blast. Om het even in te wrijven. Precies. je moet ook uitzenden. Dat is wel een beetje kut. Ik wil zeggen Gardevoir inderdaad. Mm-hmm. Dan kan je in ieder geval die Flygon in één keer afmaken. Ja. Oké. Ik verwacht de Earthquake. Misschien vanwege de Drought, maar... Ja, dat denk ik dan ook. Moon Blast. Aura Sfeer op de Ninetales? Ja, denk het. Sowieso maak je de Flygon af, dat weten we. Kijk of dit wat doet. Not very effective. Dat ding is waarschijnlijk... Fairy. Ja, hij is Fire Fairy. Dan kan ik, als we hem nog een keer gaan doen, het beste Iron Head op de Ninetales doen. Ja. Nee, maar dat is volgens mij wel neutraal. Oh, omdat het steel is natuurlijk. Ja. En fire. Oh. Nee, in ieder geval is die Flygon gone. A.k.a. since you've been gone. Oh ja. Ja. Dit is lastig. Ja, van de Ampros. Ja? Oh ja, trouwens, hij is Fairy. Oh. Ja, hij heeft Moonblast. Dus ik zit al zo van... Maar ja, misschien dat het wel werkt. I don't know. Oh, hij leeft nog. Ah, hij leeft nog. Hoe dan? Net was hij gewonshot en nu had hij damage zelfs. Dan heb je waarschijnlijk een low roll gehad of zo. Een extreme low roll. Maar echt. Oeps. Oh, hè? Ja, hij ziet dat hij je kan killen, dus dan gaat hij dat doen.
Ja, doe die maar inderdaad. Dan in het geval dat Flygon Earthquake doet, dan doet dat niet zoveel damage. Of doet het in ieder geval minder veel damage. Oh ja. Maar je zat er ook heel veel niet mee hoor, moet ik zeggen. Ja. Hey, 1 AP. Yay, 1 AP, let's go. Oké. Misschien dan dat we de volgende... Nee, wacht. Dat ding gaat natuurlijk Earthquake doen. Het is zo moeilijk. Je hebt ook geen water type. Oké, waar wil ik in gechoiced zijn? Hij heeft heel veel fire types. En 1 water type. Ik zou zeggen... Ja, triple kick. Ik denk dat dat meer doet dan wat anders. Maar ik denk dat hij... Nee. Op de Ampharos, oké. Nee. Je hebt nog een kans. Nee. The Battle of the Ninetales. Maar echt. In ieder geval is de Flygon weg. Ja, maar die had toch gewoon one-hit KO moeten zijn. Dat is waar. Dat is wel een beetje onzin. Dat het niet was. Oh, sorry. Oké, dat ding heeft levitate. En... Waarschijnlijk psychic of wat dan ook. Ik denk Aurora Beam op de Solrock. Mm-hmm. Dan... Ik kan alleen maar triple kick. Ja. Dan hopen dat je Ninetales dit overleeft. Nee, het is een draw. Oh! Een draw boosted. Maar goed, je bent ook fairy type, dus. Huh? Dat zou super... Is hij ook fire? Oh, nee, hij is rock psychic. Maar ik vergeet... Ice is niet per definitie super effective op rock. Oh. Dat vergat ik dan weer. Ik heb het zelfs nog... Sandring een keer uitgelegd. En nu maak ik zelf dezelfde fout. Oeps. Oepsie poepsie. YOLO! Let it be over, please. YOLO! Oké, wil je nog een keer Dakin proberen of wil je die ene die we nog niet... Of Ein proberen? Ja, doe maar Ein, want misschien was je gewoon heel erg lucky de eerste keer bij deze. Ja, of heel unlucky net, want... was Steelix met deze fight? Ja, hè? Met die fight van die vrouw? Oh, ik dacht deze. Nee, deze niet. Nee, deze vrouw heeft geen Steelix. Waar begon deze ook weer mee? Hij begon met Ninetales en Fortress. Oh ja, maar daar ging ook iets niet helemaal zoals ik... Ja, die hoezo was die Fortress sneller dan mijn Blaziken? Ja, dat vat ik ook niet helemaal. Ik wil eigenlijk eerst eventjes 7 hier. Zodat je elke keer 100 jaar moet lopen. Dat is... Paolo slim. Drie uurtjes. En we hebben 1 admin verslagen. Yes! Oké, Ein. We gaan Ein even proberen. Waarschijnlijk heeft Ein een Rain Thunder team. En we doen even dit om... toch eventjes wat tempo erin te gooien. Een Rain Thunder team, leuk. Ja, zeker. Leuk. Ik zou zeggen, begin met Aggron. En Ampharos. Ik denk dat dat wel een goede combo is. Dan resist je in ieder geval de waterdingen en de electric. Dus hij nu iets totaal anders heeft.
Oh, dit is wel kut. Want Sceptile heeft Lightning Rod. Maar hij is ook Dragon type. Oh ja. Alleen jij bent ook Dragon type, dus. Ja, maar dan, als we deze dan opnieuw doen, moeten we zorgen dat. Ja, trouwens, dat maakt niet uit. Ja, dat we een fairy aanvullen. Ja, Dragon Pulse op de Sceptile. En doe maar ook gelijk Iron Head op de Sceptile. Dit ding moet dood. What the fuck? Waarom heeft iedereen Earthquake? Doe even normaal. Doe normaal! Het is niet normaal meer. Ja, inderdaad. Mark Evans heeft wel gelijk. Oké, Eggron, je hebt je best gedaan. Haat mij. Nee, het is gewoon, ja, heel veel pech. IJs. Keer van het recept al. Water. Water. Wil je me vergiftigen of zo? Oh, nice. Ah, dat was een one-shot? Goodbye. Yeah. Lekkering. Dan weten we ook wat hij nog meer heeft. Kijk hoor. Oh. Hey, dat is de Shadow Pokémon die je niet had gevangen. I mean, beetje handig op zich. Alleen niet handig dat je nu Ninetales ding hebt. Ik zou zeggen, Thunderbolt, het stomme wc-eend. En ik zou Ninetales eventueel switchen. Naar Blaziken. Hydro Pump. Doei! Ja, ja, maar misschien dat die wc-eend gewoon doodgaat door Thunderbolt, hè? Je weet het maar nooit. Oh, substitute. Oh. Oké, dit is wel een beetje vervelend. Maar goed, de sub is nu ook gelijk weg. En Pelipper kan dat... toch niet aanvallen, dus dat is op zich niet erg. Mm-hmm. Metal Claw, wauw. En nu dat... Speed Boost op de Blaziken. Ja, nu kan je met Blaziken in ieder geval die Registeel afmaken. Met Aura Sphere, omdat het Drizzle is. Ja, zeker. Ik begin het te leren, boys and girls. Hij wordt van Pokémon Mastering. Kaboom. Nice. Hurricane, maat. Oef. Ik ben boos. Begrijpelijk. Als goed is de Pelipper nu dood. Ja. Dat moet nu voorbij zijn. Maar goed, als je Hypnotop had ingezet, dan was het precies hetzelfde gegaan. Even kijken. Wat is de volgende? Gyarados. Zou die type change hebben gehad? Water Dark misschien. Ja. Dynamic Punch. Oké. Wat een cheater. Thunderbolt op de... Ja, 100%. En Triple Kick op Registeel? Ja, doe dat maar. Oké, Dragon Dance. Het kan heel slecht zijn, behalve als hij zo dood is. Als hij gewoon Water Flying is, dan is hij nu dood. Nice. Hij is nog steeds Water Flying. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Manectric. Oké. Volgens mij heeft dat ding ook weer Lightning Rod. Is op zich nu niet zo erg. Nee, exact. Oké, mist. Dragon Pulse op de Manectric. En dan weer hetzelfde met Hypnotop doen. Jongen. Nou, zolang hij niet aanvalt, is er niks aan de hand. Ja, maar dit kan heel erg uit de hand lopen als die sub niet breekt. Oké, nou, gelukkig.
En die dynamic punch moet een keertje niet raken. Ja, ik moet een keertje mezelf niet in... In de weg zitten. Oh, dit is... Ja, ja, dit wordt een beetje kut. Hetzelfde. Ja. De Ampharos blijft wel lekker staan. Dat is wel fijn. Oké. Okay. Oh, die Hippontop moet echt nu raken, joh. Maat. This game is cheating. Wat? Dit is echt niet leuk. Oh, en dit is ook niet echt fijn. Nee. Ik denk dat je Hippontop nu kwijt bent. Ik zou zeggen guard ervoor inderdaad, want daar kan je tenminste nog wat tegen die Registeel doen, wat een beetje meer damage doet dan een fairy move. Maat, wat is dit voor een onzin? Volgens mij is de rate gebufft dat je jezelf hit in confusion. Trouwens, maak gewoon die minute trick nu af. Dubbel focus op die minute trick, want het is nu wel klaar met die thunder. Zag ik het toch of niet? Moonblast kan ook. Ik denk dat maakt niet zo heel veel uit. Och, we gaan een keer raken hoor, jezus. Oké, dat beest is ook dood. Ja. Hopelijk doet hij Dynamic Punch en mist hij. In ieder geval weer level up. Omastar. Oh, ik leef nog. Nice. Ik weet alleen niet of Omastar Swift Swim heeft. Dat hoop ik niet. Thunderbolt op Omastar. En dan Psychic op Registeel. En dan misschien hopelijk een... Hij heeft Swift Swim, 100%. Maar goed, je kwam heel dichtbij. Ja, deze is wel te doen, denk ik. Ik weet alleen niet meer wat... wat de eerste mon was. En ik heb het nu ook geconfirmed. Dit ding heeft Swift Swim als ability. Oké. Registeel is dood. Oh, dat is wel fijn. Je hebt alleen nog Ninetales. Weatherball. Kijk even wat het doet. Want volgens mij verandert dat qua type. Ja. Dus het zou nu een wateraanval zijn. Ja, nou ja, gebruik je Heelbell? Gebruik je dat? Nee, die kan je dan wegdoen in ieder geval. Maar dan zou ik wel Draining Kiss doen. Ja. Omdat hij eerst is en dan ik damage take en dan got it. Dan kan je healen. Alleen, ja, ik weet niet of je Asian Power... Hij heeft sowieso Asian Power, bedenk me nu. Oh ja. Dat is wel een beetje kut. Ik ga het gewoon proberen. Ja. Oh, ik ben eerst, what the fuck. Nee. Oké. Zeg me alsjeblieft niet dat Draining Kiss physical is. Oh, dit is nog veel erger. Volgens mij red je het nu net niet. Met Weatherball? Ja, je kan het proberen, maar het is neutral. Oh, dat deed helemaal niks. Dat deed zelfs niks. Wacht. Weatherball. Als
Misschien dat het wel een normal aanval is, omdat het te maken heeft met waar je bent op dat moment. Nee, want het zou te maken moeten hebben met het weer. Ik ga even kijken, want Omastar... Ja, dat zou water... Ik wil deze nog een keer proberen. Deze is sowieso mogelijk. Ja. Alleen we hadden met een ander team moeten beginnen, volgens mij. Ja. Aggron ging 1-hit KO. Ja. Ik zit even te denken, want waar begon die mee? Die Ampharos heeft het lang gedaan, dus die moeten we houden. Ja, hij begon met Pelipper en Sceptile. Oh ja. Die Sceptile moet dood. Ja, Nine ik zou tails? Het... Ja. Okay. Kijk, en nu moet het wel lukken. Het is een petit idee. Ik denk Aurora Beam en toch Thunderbolt, omdat ik later ben. Ik denk dat met Aurora Beam moet Sceptile 1-hit KO zijn. Dat is waar, ja. En dan kan ik met Thunderbolt meteen de Pelipper killen. Ja. Ja, ik zou zeggen probeer het. Kijk of dat werkt. Aurora Beam. Oké, okay, Iron Tail. Oeh, ik ga veel damage op de Ninetales doen. Maat. Kut. Wauw. Gewoon weer voor saus dit gedaan. Dit is gewoon niet eens leuk. Dit is voor saus. Ah, en nu wordt... Oké, niemand heeft dit gezien. Laten we dat afspreken. Ja. Maat, ik krijg dan wel de juiste nature. Maar ik krijg de verkeerde ability. Kutzooi. Oké, de volgende poging starten we met Gardevoir. Ja, dat, maar die is ook toch weak tegen Iron Tail? Ja, maar ik denk dat die gewoon... Maar die is niet 4-time weak. Wacht, nee, precies. Steel is ook super effective op Ice. Yep. Oké. What the fuck. Oh. Ik wil bijna zeggen, verlies expres nu maar. Ja, we gaan het wel gewoon proberen. Oké. Oh, dat hit de Pelipper. Nice. Ja. Thunderbolt en Triple Kick. Ja. Alleen ik denk niet dat je iemand op de Hurricane gaat overleven. Oh ja, Hurricane. Maar ja, wel Pelipper uitschakelen en dan de Ice Beam. Ja, dat doet pijn. En dit doet heel veel pijn. Er is alleen niet zoveel wat je kan doen in deze situatie. Hurricane. Wat gebeurt hier allemaal? Het is een drama. Geloof in je, Milan. Jij kan dit. Doei! Kut.
Wow, dat deed echt popers veel tegen die Pelipper. Ja. Cute! Boys and girls. Schreven. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Maar wel de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Doei.